de Suiker Kontjes. Ze smaken heel erg zoet, maar het is een beetje raar als je het in je koffie doet, want op een kontjes groeit vies haar. Dat is onhygiënisch en best bevolig hoor, want die haren in je koffie slik je niet gemakkelijk door. Suikerkontjes, ze zwemmen altijd rondjes in de koffie of de thee, en ze zijn altijd met z'n twee. Suikerkontjes, ja ze zwemmen altijd rondjes in de koffie of de thee, en ze zijn altijd met z'n twee. Dus probeer ze te negeren, trap er toch niet in, want die vieze suikerkontjes krijgen toch altijd hun zin. Ze kunnen blijven zeuren en voordat je het weet, springen ze in je koffie met vieze haren op hun reet. Dus voordat je een suikerklontje pakt, kijk dan even goed of het geen suikerkontje is, want dan zit je